Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump, Paul en Paul en Budgetplan. Goeiedag. Komende zondag 5 april zou de 40ste editie van de Marathon van Rotterdam worden gelopen. Aan de voet van de Erasmusbrug zouden duizenden lopers die zich maanden hebben voorbereid, die zouden die mooie inspanning gaan doen. Maar zoals bekend is de marathon uitgesteld en op 25 oktober dan wordt de marathon alsnog verlopen. Daar is dus duidelijkheid over. Waar nog geen duidelijkheid over is, is wat er gebeurt met de voetbalcompetitie, met de Eredivisie en de Eerste Divisie. Daar is nog altijd geen duidelijkheid over. Het enige wat we weten is dat de Kuip voorlopig nog leeg blijft. Maar als het aan UEFA ligt, zijn deze beelden vanaf half juni weer realiteit. De Europese Voetbalbond wil dat de competities, en hoogstwaarschijnlijk zonder publiek, worden afgemaakt. De KVB onderzoekt dat scenario, maar houdt ook rekening met beëindiging van de competitie. Dinsdag praat de bond weer met de clubs. Feyenoord wacht de keuze van de KVB af. Omdat we dat vanaf het eerste moment gedaan hebben, dus ook vanaf half maart, toen waren er in eerste instantie bij de eerste aangekondigde maatregelen nog 3 scenario's. 1 was, het duurt redelijk kort en we gaan toch weer voetballen met publiek. Daar is een streep doorheen. En er zijn nu nog 2 scenario's over. Is het mogelijk, en dat moeten we onderzoeken om te kijken of we zonder publiek de competitie uit kunnen spelen. En het derde scenario, ook een reëel scenario, als het echt niet kan wat betreft de volksgezondheid en het te gevaarlijk is om naar buiten te kunnen, is het stoppen van de competitie. Vooral nu zijn alle inkomsten opgedroogd. Winkels zijn dicht. We hebben hier geen wedstrijden meer, geen wedstrijdomzet. We verkopen geen kaartjes meer. Dus alles staat stil. Zijn we niet de enige in, dat beseffen we ook. We zien alle problemen in Nederland om ons heen. Ook bij zakelijke relaties van ons, ook bij supporters van ons. Bij partners van ons. Maar wij hebben daar ook last van. Dus we proberen dat op een wekelijkse basis te monitoren. Wel fijn is dat we in ieder geval dit seizoen goed kunnen afmaken. Dat we niet in de problemen komen financieel. Maar richting het nieuwe seizoen is dat nog wel een vraagteken. Kijk, ik begrijp Feyenoord wel. Het moet uiteindelijk veilig zijn om te kunnen uitspelen. Ik snap dat Feyenoord de ambities heeft en de lonkte ook nog iets moois dit seizoen. Hè. Feyenoord was aan het klimmen, had misschien nog wel 2e geworden, beker gewonnen. Dus ik begrijp al die sportieve belangen begrijp ik heel goed. En als het kan, vind ik het een mooi streven om die competitie inderdaad nog uit te spelen. Maar uiteindelijk moet ook Feyenoord als goed werkgever vooral ook kijken naar zijn werknemers. De voetballers in dit geval. Het moet wel veilig zijn, het moet wel echt daadwerkelijk kunnen om uit te spelen. Dat gaat de toekomst uitwijzen. Eerder deze week nam de KVB al wel het besluit om het seizoen in het amateurvoetbal per direct te stoppen. Geen kampioenen, geen promovendi en geen degradanten. ASWH uit Hendrik-Ido Ambacht was hard op weg om te degraderen uit de tweede divisie. Maar door deze maatregel blijven zij ook volgend seizoen actief op het hoogste amateurniveau. Kijk, uiteindelijk is dat het enige positieve wat er de afgelopen weken gecommuniceerd is. En het is ook niet niks, dus daar zijn we zeker wel blij mee. Aan de andere kant, het kwam een beetje onverwachts. En je hebt denk ik meer verliezers dan winnaars, dus voor ons is dit goed nieuws. Aan de andere kant kan ik zo een aantal clubs opnoemen die een straatlengte voor stonden om te promoveren naar welk niveau dan ook. En die moeten het allemaal opnieuw doen, dus voor hen is dat heel vervelend. Het is ook gemengde gevoelens omdat wij het seizoen niet af konden maken. Aan de andere kant kunnen we heel realistisch zijn dat als we dat wel hadden mogen doen, dat we het niet gered hadden waarschijnlijk. En nu krijgen we eigenlijk een tweede kans, dus dat is wel prettig. Ja, net zoals iedere vrijdag gaan we weer terug in het verleden. Throwback Friday. En hoe kan het ook anders? Natuurlijk gaat hij over de marathon. We gaan terug naar een oude reportage over die prachtige marathon van Rotterdam.
daar kan je niet genoeg van krijgen, van die prachtige marathonbeelden. Maar niet getreurd, want komende zondag gaan we wat speciaals doen. Op TV Rijnmond zenden we dan de marathon van 2018 uit. 3,5 uur genieten van al die zwoegende deelnemers. Komende zondag om 14:30 op Rijnmond, de marathon van Rotterdam. En komende maandag zijn we er weer met een reguliere sportuitzending. Dank u wel voor het kijken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump, Paul & Paul en Budgetplan.